deze nieuwe video. Vandaag heb ik weer een ander soort video. Ik ga vandaag lipgloss maken. Gewoon do-it-yourself lipgloss. Ik heb hier heel deze set besteld bij de AliExpress voor slechts 22 euro. Het is dus vanuit China. Vraag me niet wat de ingrediënten zijn. Dus ik ga waarschijnlijk vandaag mijn lippen eraf branden. But we will see. Maar dit is dus een hele lipgloss set. Ik heb de hele set gekocht. Ze hadden ook allemaal onderdelen zeg maar apart. Ze hadden ook een matte versie. Maar ik ben gegaan voor de hele lipgloss set. De verpakking heeft een hard leven gehad zoals je kunt zien. Het is een beetje aan alle kanten, ja, gedeukt en al die dingen. Ik heb ook echt super lang moeten wachten. Ik heb hem echt al 2 maanden geleden besteld. Ik weet weer niet wat het is met AliExpress. Maar alles doet er weer ontzettend lang over. Dus ja, maar goed. Dit is dus de set. Lipgloss set. En hier achterop staat wat er allemaal in zit. Doe it yourself. Bla bla. Dus ik dacht, het lijkt me leuk om een video te maken over doe it yourself lipgloss. Ik weet niet echt precies waar ik nou aan ga beginnen. Ik heb nog nooit zoiets gedaan. Zo'n soort video gemaakt of whatever. Dit is echt niet mijn ding. Dus ik ben echt gewoon een amateur die gewoon dit gaat proberen. Samen met jullie. Dus ik hoop dat alles goed gaat. Het is dus echt een hele set. Dus ik kan er ook echt een aantal maken. En de verpakkingen van de lipglossjes zijn ook echt super cute. Ik heb het al gezien. Dus ben jij benieuwd en vind je het nu al leuk? Vergeet niet te liken en te abonneren. En dan gaan we snel beginnen met de video. Oké mensen, dit is hoe we het gaan doen. Het kostte me echt een half uur om een goede setup te vinden. Beter dan dit gaat het er niet worden. Wacht, misschien moet ik een beetje naar achteren. Beetje zo, dat jullie het een beetje goed kunnen zien. Ik hoop dat jullie het goed kunnen zien, want ik heb geen zin om deze hele video overnieuw te gaan maken. Maar als het goed is, is het zo goed te zien. Ik vond het gewoon belangrijk dat jullie zowel mij kunnen zien als deze set. Dus dit is dus de set. Ik zal hem even openmaken, jongens. Oh my god. Oké, dit is dan wat erin zit. Zien we dit? Het is echt een heleboel, ook heel veel verschillende lipgloss verpakkingen. Deze vind ik wel echt heel leuk. Je hebt er dus heel veel verschillende. Dit zijn alle kleuren. Dus je kunt echt verschillende kleuren gloss maken. Dit is echt de gloss substantie, of hoe je het ook moet noemen. En dit zijn allemaal wat extra dingetjes. Ik weet niet echt, olie en geur iets of whatever. Maar goed, dit is dus allemaal wat erin zit. Oh my god. Oké, let's do this. Op de AliExpress site, echt bij die winkel waar ik het heb besteld, staat ook erbij hoe je dit moet doen. Dus dat ga ik doen. Oh my god, ik ben echt zo benieuwd. Oké, ik moet dus beginnen met deze gloss ding. Er staat, doe een beetje in een plastic bag. Oké, maar wat is een beetje dan? Heb ik hier een plastic bag? Nee, die hebben ze er niet bij gegeven. Moet ik die even halen dan of wat? Ja, mensen, ik heb nog een zakje nodig. Die moet ik even gaan fixen ergens. Oké, het is gelukt. Ik heb wat plastic tasjes gehaald. Of ja, plastic, hoe heet het? I don't know. En ik moet dus een beetje van dit hierin doen. Maar er staat gewoon een beetje. Maar hoeveel is een beetje dan? Nou ja, ik doe gewoon niet te veel. Het ruikt naar niks. Oh god, ik vind het zo raar. Oh, het komt eruit. Oké, wacht. Ik doe gewoon, oh wacht, dit is vies. Ik moet het schoon hebben. Oké, even kijken. Oké, ik heb gewoon iets gedaan. Ik weet niet precies. Ik doe iets meer. Oké, whatever. Ik heb gewoon een beetje gedaan. Dit wordt echt een bende, jongens. Dan staat er, doe een beetje van het pigmentpoeder in. Oké, dit zijn alle pigmentpoeders. Ik zal ze even laten zien. Het zijn, even kijken, 5 verschillende kleurtjes. Ik vind wel dat alle kleuren op elkaar lijken. Dat vind ik wel jammer. Alles valt. Hier heb je een beetje een donkerroodachtige kleur. Hier heb je een meer roze kleur. Ik hoop dat jullie het kunnen zien. Dit is een beetje meer rozig. Ik heb hier een beetje rood-oranje, maar een beetje roodachtig. Hier heb ik een echt meer vellige oranje. Vellige, dat is niet eens een woord. Een felle oranje kleur. En dit is ook een beetje een rood-oranje-achtige kleur. Dus de kleuren lijken best wel op elkaar, maar ze zijn toch allemaal verschillend. Even kijken, welke kleur vind ik het leukst? Ik doe gewoon roze. Ik ga beginnen met roze, dat is kleur nummer 43. Ze hebben ook echt zo allemaal een ander getalletje. Ik moet gewoon weer een beetje daarvan erin doen. Maar wat is dan dat beetje? Dat snap ik niet, maar goed. Ik doe gewoon maar wat. Kijk, het is echt zo'n poeder. Oké, ik heb gewoon een beetje erin gedaan. Ik hoop dat het genoeg is. Add 1 gram olijfolie. Ik heb hier een flesje met olijfolie. Kijk, nou staat er gewoon bij 1 gram. Dus dat is handiger. Ik weet niet wat 1 gram is, maar dat zal vast niet veel zijn. Ik doe
3 druppels. Ze moesten gewoon zetten, doe 3 druppels olijfolie in plaats van 1 gram. Oké, dat is ook gedaan. Het eten door flavor essence. Oh, dit is flavor. Dus dingen. Flavoring essence. Kijk, hier staat erbij 1 of 2 druppels. Dat is nou handig. Dat is wat ik moet weten. En ik doe dus 2 druppels, want zo ben ik dan weer. Ik denk dat dit... Dit is de geur of zo. Dit ruikt naar chocola. Oh my god, oké. 1, 2. Ik heb 2 gedaan. Het lijkt niet echt heel veel, maar ik ga niet meer doen. Ik doe gewoon precies wat hier staat. Add 1 vitamine E capsule. Je hebt hier ook capsules met vitamine E dus. Dus dat is dus wat dit is. Ik wist al niet wat dit is, maar dit zijn dus vitamine E capsules. Daarvan moet ik er 1 in doen. Wat ik alleen niet begrijp, je hebt hier een hele kit om echt like 2, 4, 6, 8 lipglossjes te maken. Maar je hebt maar 2 vitamine E capsules. Dus die kunt je maar 2 keer gebruiken. Terwijl je moet per gloss 1 gebruiken. Dat begrijp ik niet, maar oké. Ik ga hem gewoon even met een schaar kapot maken ofzo. Nou is hij erin gevallen. Dat was denk ik niet de bedoeling. Oh my god. Ik heb hem eruit gehaald. We kunnen verder. Oké, nou moet ik dit gaan mixen. Dus dat de kleur en de gloss in elkaar mixen, zeg maar. Je moet gewoon zo lekker een beetje zo wrijven. Nou, dit ging allemaal best wel makkelijk op zich. Oh, kijk, dit wordt de kleur. Oké. Ik denk dat ik iets meer gloss moet doen. I don't know. Ik ben in de war. Ik doe eventjes iets meer van die gloss erin. Want ik heb het gevoel dat ik niet genoeg heb gedaan. Want het wordt helemaal niet een echte gloss, zeg maar. Ik doe lekker veel. Ik heb nou echt veel gedaan. Oké, nou, dit is de kleur. En dan staat het dat ik hier onderin een klein gaatje moet maken. En dan in een van de gloss dingen moet doen. Je hebt dus verschillende. Je hebt hier deze visachtige ding. En daar moet je het dan zo in doen. En dan... Heb je zo hier de applicator, kunnen we het zien. Dan heb je ook nog dit. Dit is meer simpel. En dan kun je het gewoon hiermee aanbrengen. Is ook handig. En dan hebben we ook nog iets meer chic. Deze vind ik ook heel erg mooi. En dan hebben we ook nog zo'n ronde-achtige. Zien we dit? Ik denk dat ik ga voor deze. Beetje chic-achtig zo. Dit wordt echt een mes. Ik kan jullie alles vertellen. Dit gaat echt een puinhoop worden. Maar goed, we gaan het gewoon doen. Ik maak hier een klein gat. Maar goed, hoe gaat dit lukken? Dit gaat toch nooit lukken? Oké, hoe kan ik dit op een makkelijkere manier doen? Wat is dit een gezeik? Dit gaat toch nooit zo hier precies in? Kijk, ze blijven er gewoon zo op zitten. Kunnen we dit zien of niet? Ga erin dan. Het is er, by the way, wel echt een gloss geworden. Oh my god. Dat is wel echt grappig. Ik ga hem gewoon even aanbrengen, ook al gaat hij hier niet echt goed in. Oké, mensen, het is wel echt gewoon een goede gloss. Kijk, mensen. Dit is de gloss. Ja, hij wil er echt totaal niet in gaan, maar goed. De gloss is wel gewoon mooi. En hij voelt ook gewoon fijn aan. Kijk, misschien is een andere handiger of zo. Ja, kijk. Deze hier is echt groot. Deze ingang. Ik ga het even met deze proberen, jongens. Ja, dit gaat veel makkelijker. Nou, dit is op zich echt wel gewoon gelukt. Ik maak hem even schoon. Die andere is gewoon echt gewoon te klein. Die ingang is echt te klein. Deze is gewoon gelukt. Kijk jongens, nou heb ik gewoon echt gewoon een gloss. Ik ga stuk. Kijk. Oh, ik wilde net gaan klagen. Want als je dit zo doet, dan komt alles eruit. Maar je hebt hier dus van die stoppers. En die moeten er eerst in. Oké, vandaar dus. Gelukkig heb ik die gezien. Deze ga ik er even in doen. Is hier nog aan? Ja, de camera is nog aan. Oh mijn god, dit is echt leuk. Kijk, en dan nou kan dit erin. En nou heb ik gewoon oprecht een gloss. Kijk, en dan als je dit doet, komt er echt zomaar een beetje uit. Oh, dit is leuk. Oké, nou dit ging echt goed. Dit ging iets minder, want die ingang is te klein. Ik wil er eigenlijk nog wel nog eentje snel maken. Ik ga er nog heel even snel eentje maken, jongens. En nou kan ik het lekker snel doen, want ik heb deze al gedaan. Oké, ik begin weer met een zak. Dan een beetje van deze gloss in de zak. Ik denk dat ik nou ga voor fel oranje. Nummer 17, die is een beetje zo fel oranje. Oh, op zich is hij best wel rood. Het is een beetje rood-oranje, oké. Deze ga ik er een beetje in doen. Dan weer een beetje olijfolie. Dan weer druppels van die geuressence of wat het ook is. Weer zo'n capsule waarvan er nog maar 1 is. Dus als ik er nou hierna meer wil maken, kan ik die niet meer gebruiken. Heel raar dit, maar oké.
En dan is het weer klaar. Dan moet ik gewoon zo gaan in elkaar blenden, zeg maar. Kijk, het is echt helemaal zo fel oranje-roodachtig. Het is een beetje rood met een oranje ondertoon. Daar komt het een beetje op neer. En nou is deze ook groot. Even zien waar ik hem nou in ga doen. Deze is ook wel soort van grootachtig. Dus ik hoop dat dit gaat lukken. En anders ga ik hem gewoon weer in die echte grote doen. Maar ik vind het wel leuk om die andere ook te gebruiken, weet je wel. Ik knip nou echt een minder groot gat, want net ging het allemaal niet zo goed. Oh, dit gaat ook prima, oké. Dit is echt leuk om te doen. Ik heb nou gewoon echt plezier hier. In mijn uppie. Ik zit hier gewoon alleen lipgloss te maken. Ik ben echt zo'n apart mens. Maar ja, het is wel voor een YouTube video. Dus ik ben het gewoon niet hier aan het doen voor niks. Ik denk dat ik iets meer van die gloss erin ga doen. Want ja, maar nou heb ik hem al opengemaakt. Oh my god, ik had meer gloss moeten doen. Maar ja, maakt niet uit. Kijk, maar nou heb ik alleen niet genoeg gemaakt. Maar zoals je kunt zien is hij wel goed echt rood. Ik ga deze ook weer even aanbrengen. Ik ga deze eraf halen. En dan ga ik nou de rode gloss aanbrengen. Er komt by the way niet heel veel kleur van af. Het is gewoon echt zo'n gloed, als je snapt wat ik bedoel. Deze voelt ook echt fijn aan. Oké, mensen, dit is dan een andere kleur. Heel leuk. Ik heb alleen echt niet genoeg gemaakt. Ik had echt meer moeten doen, maar whatever. Dit is dus deze. Kijk, dit zijn nou de twee die ik heb gemaakt. Rode in deze verpakking en een beetje meer rozig. Nou mensen, dit zijn dan de twee glasjes. En mijn god, ik kan er echt nog veel meer maken. Maar ik zie dat mijn camera aan het oververhitten is. Dus ja, het eindresultaat ging echt goed. Deze ging niet zo goed. Maar dat komt wel van de combinatie met dat ik dat gat in die zak te groot had gemaakt. En dat het gat hierin te klein is. Tenminste te klein voor het gat dat ik had gemaakt in die zak. Dus dat was wel een beetje mijn schuld. Deze verpakking is ook echt heel leuk. Dus ik heb er nou twee gemaakt. En ik vond het echt leuk om te doen. Dit is echt leuk om gewoon één keer gewoon te proberen. De gloss voelt ook gewoon fijn aan. Het is gewoon oprecht een fijne gloss. I like it. Dus dit ging vandaag echt goed, jongens. Nou, wat vinden we van de gloss, jongens? Lekker rood. Heel erg leuk. Ik vond het echt leuk om dit te doen. Ik hoop ook dat iedereen er echt van heeft genoten. Een keer weer iets anders op mijn kanaal. Jullie weten, ik hou ervan om af te wisselen van content. En dit was ook weer heel leuk om te doen. Als jullie ook iets anders willen zien, let me know. Want ik vind do-it-yourself video's ook echt super leuk om te maken. Nou, vond je het leuk? Vergeet niet te liken en te abonneren. Ik plaats hier nog twee video's in beeld die je ook kunt gaan bekijken. En mijn gezicht om te abonneren. En dan hoop ik jullie weer snel terug te zien bij de volgende video. Doei!